jongens en meisjes. Ik ben Kobus. En dit is mijn vrouw. En tegelijkertijd Atresse, de Snol. Hallo, hallo. Dank u, dank u. Hou je kop, Tret. Nou, luister, we zijn nu op tv. Dus je moet je gehoorzamen. Ja, spijt me, spijt me. Wat? Kauw! Hoe noem je mij? De buurkomers, dat spijt me. Dat is je geraden ook. Ze kan soms zo stout zijn. Ah! Nou, ik ga eventjes weg. Hij mishandelt me. Kobus, hij was vroeger zo aardig. En nu is hij zo gemeen. Kom te zien. Echte wapens te koop. Koop hier echte wapens. Het zou mij wel van pas komen. Hmm. Oh, die vrouw van mij. De Snol. Ik word er helemaal gek van. Vroeger, jongens en meisjes, was nog zo aardig en zo mooi. Maar nu, Luister, kinderen. Of dan bedoel ik natuurlijk alleen de jongens onder de kinderen. Jullie moeten in de toekomst, als jullie ook een vrouw hebben, weten hoe je daarmee omgaat. Je moet ijzeren discipline moet je afdwingen. Met veel geweld. Ach, ik ben blij dat ik eindelijk een baten heb. Dan kan ik me tenminste tegen die Kobus verdedigen als hij weer gemeen tegen me is. Ik denk dat ik hem met dit ding wel een kopje kleiner kan maken. Ah, oh, daar is hij. Jawel, beste jongens. Neem nou bijvoorbeeld die prachtige roze wangetjes van mijn vrouw en maitresse. Denken jullie dat ze die van nature heeft? Wel nee, dat heeft ze te danken aan mijn abo-klok. Jawel. Kobus, je laatste uur heeft geslagen. Ik heb een mes gekocht en daarmee ga ik je grote hoofd van je romp afsnijden. Wat? Jij? Geef mij dat mes, jij! Oh nee, ik ben weerloos! Neem dat, jij overspelige Snol! Zijn ze vervelend, dan moet je ze doden. Vaarwel, beste jongens, en vergeet niet vandaag of morgen in de praktijk te brengen wat jullie met Kobus geleerd hebben. Dag.